So welcome to International Women's Day and to Deloitte. And glad you guys took the time to be here. Now I want to bring up Chantal for her to share her story with you guys. I'm so proud today being here on this very exciting day, launching my book. Today we are also going to make a statement. It's about being who you are, showing your real face. And I want to tell my story to the world as a storyteller, but also through my book. Ik vond het een fantastische ervaring, met name om het boek te overhandigen aan zakenvrouw Simone van L'Adresse. Ze is echt een inspiratiebron omdat zij ook haar droom heeft gevolgd. En het past eigenlijk ook een beetje bij mijn verhaal. Het was voor mij een eer om het eerste boek in ontvangst te mogen nemen. Dus ik denk dat het heel goed is als er één dag is waarbij we daar gewoon, dat we gewoon even met z'n allen daar stil bij staan. En dit was een mooi begin van de dag.